Vandaag mijn review over de Vigim LS02 Desktop Mount. Hoi, fijn dat je weer afstemt op dit kanaal. Vandaag de review van de Vigim LS02. Ik heb hem een tijdje geleden uitgepakt. Die unboxing kan je daar bekijken. Mocht je die nog niet gezien hebben, ga dan eventjes kijken. En nu we dan toch bezig zijn, mocht je nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, doe dat dan ook eventjes. Geef een duimpje omhoog, dat helpt mijn kanaal vooruit. En duw op het belletje voor op de hoogte te blijven van nieuwe video's. Maar nu gaan we eventjes kijken. Ik heb een vraag gekregen van iemand die wou weten wat kan er nu precies op. En welk gewicht kan hij uiteindelijk aan? Ik heb het in mijn unboxing wel gezegd. De horizontale arm kan ongeveer 1,2 kilo aan. Je moet wel rekening houden. Je moet echt een deftige grip hebben. Een echt dik blad hebben om hem stevig te kunnen hangen. Zodanig dat hij echt goed stevig hangt. Je ziet, ik schud zelfs helemaal aan mijn tafel. Zo sterk hangt hij erop. En ik kan er op zich wel wat gewicht aan hangen. Ik heb hier van alles voor mij liggen. Een zware DSLR, maar ook een gewone systeemcamera, waarvoor hij eigenlijk hoofdzakelijk bedoeld is. Hetgeen we er natuurlijk ook bij kregen was de klem voor de smartphone, maar ik ben met mijn smartphone aan het filmen, dus die kan ik er niet ophangen, maar die heb ik al eens erop gehangen. Het is gewoon, hier hebben we een balhoofd. Dit balhoofd hangt wel vast. Dit krijg je er niet af. Mag je aandraaien zoveel als je wil, die krijg je er niet af. Dus dat kan er op zich wel aan. De smartphone klem en dan kan je die in alle richtingen gaan draaien zoals je wil. Rechtop, plat, eventueel zo. Dus die kan op zich wel alle kanten uit. Natuurlijk, doordat je de boom verticale ook hoger en lager kan gaan zetten, kan je die natuurlijk ook hoger en lager gaan plaatsen. Maar hou er dus rekening mee, dit balhoofd is vast en krijg je er niet af. Welk gewicht kan hij dan uiteindelijk aan? Ja, de smartphone zonder problemen. Je kan zelfs nog op het klemmetje van de smartphone kan je nog een lampje gaan hangen. Of een flitser eventueel als je dat wilt, het is een cold shoe. Dus daar kan je zonder problemen ook tezamen eraan hangen. Wat kan er nog aan? Zoals gezegd, mijn systeemcamera, het is een Sony ZV-E10, die weegt ongeveer een dikke halve kilo. Die kan er normaal gezien ook zonder problemen op. We gaan dit eventjes zo plaatsen. Dat is makkelijker om hem erop te draaien. Natuurlijk kan je ook een klem kopen die makkelijker op een 1.4 schroefdraad kan. Dan moet je niet altijd liggen draaien natuurlijk. Dan moet je dit wel vastdraaien, anders gaat hij niet draaien. Dus je ziet, ook dit kan zonder problemen blijven hangen. Kan ook zo eventueel, ondersteboven. Kan hem zo alle richtingen uit. Ik gebruik deze dus onder andere voor mijn smartphone te kunnen filmen. Dan hangt hij zo. Ik kan hem proberen recht te hangen. Voilà. En die kan dus mooi blijven hangen zonder problemen. Het gewicht kan hij mooi aan, geen enkel probleem. Een DSLR zou in principe kunnen tot 1,2 kg. Mijn DSLR zit zo op het randje. Hij weegt eigenlijk iets te veel om goed te zijn. Dus we gaan die weer eventjes van boven zetten. Makkelijker om te draaien. In principe dan zou hij dit moeten kunnen. Hij kan dit nog, maar ik denk dat dit echt wel het maximum is. Het is inderdaad ongeveer 1,2 kg, afhankelijk van de lens dat erop hangt natuurlijk. Dit is een Nikon D7000 met een 18-105 mm. Weegt op zich wel redelijk veel. Als mijn batterijgrip erbij zou ophangen, dan houdt hij het gewicht niet. Ook zwaardere DSLR's zou ik niet proberen van erop te hangen. Als we dan eventjes gaan kijken naar de andere arm, want dit is natuurlijk de horizontale. Even opzij leggen. Als we, die kan ook niet uitgetrokken worden trouwens, hè. Dus die blijft dezelfde lengte. Als we naar de verticale gaan kijken,
Ook daar weer, maar dat kan hier natuurlijk ook. Ik kan er ook gewoon een lampje op schroeven. Dus alles met een 1-4 aansluiting kan erop op het balhoofd. Dit balhoofd kan er wel af. En dan krijgen we gewoon een vaste 1.4 of 1.4 schroefdraad, net zoals hier van bovenop. Ook daar kan je gewoon weer een lamp gaan opzetten. Als je dat makkelijker vindt om gewoon een rechte te hebben. Maar wat ik hier ook nog heb liggen, want je kan die natuurlijk uittrekken. En vrij hoog zelfs. Maar daarvoor moet ik misschien eventjes mijn camera verzetten. Je kan daar ook... Ik heb hier een... Voorop een lichtstatief. Een klem voor een paraplu in te zetten. Met een kooltje voor een lamp. Dus die kunnen we daarop zetten. Die kunnen we gaan vastmaken. Die dan gaan losdraaien. Ik ga het nu eventjes de horizontale, de verticale doen. Zoals dat je nu kan zien, zonder het balhoofd kan je niet gaan kiezen naar waar hij gericht is. Dus mijn optie is dan eigenlijk gewoon om het balhoofd er toch tussen te laten. Omdat je dan wel een beetje kan gaan spelen met de richting. Dus die steken we er gewoon eventjes tussen. En nu kan ik wel mijn positie gaan bepalen. Zo, ik kan mijn lamphoofdje een beetje gaan draaien. En dan kan ik daar bijvoorbeeld een paraplu gaan insteken. Voor een beetje softer licht. Voilà. Natuurlijk, die kan nog veel hoger, maar hij hangt hier nu aan de tafel. En mijn lamp hangt in de weg. Ongeveer, ik heb hier mijn braillemeter bij mij. We gaan eens kijken naar het onderste gedeelte. Dat is ongeveer 70. Dat zal 35. 25, 30, 35. 35 maal 3 is 105. Als ik mij goed herinner. Maar in mijn vorige video kon je zien hoe lang hij kon worden. De verticale trouwens, die kan tot 3 kilo aan. Dus daar kan je wel een zware DSLR op zetten. En dan uiteindelijk ook in alle richtingen gaan draaien. Dus als we... deze leider terug gaan opzetten. Dan kan je ook weer zien, kan je daar eventueel nog een camerapunt van maken. Of bijvoorbeeld het camerapunt voor u, naast je zit een lamp, of het maakt al niet uit. Je kan het uiteindelijk op verschillende manieren gaan gebruiken, voor lampen, voor camera's. Het maakt op zich al niet uit. Hou er alleen rekening mee, de verticale arm tot 3 kilo, de horizontale arm tot 1,2 kilo. Zo, ik ben er enorm tevreden van, zeker voor de prijs. De link naar waar je hem kan vinden, vinden jullie in de beschrijving. Ik zeg het, voor mij vind ik het enorm handig, ook omdat ik het zeker altijd aan mijn bureau, nu hangt dat aan de tafel, maar aan mijn bureau kan laten hangen. Ik moet niet altijd alles opnieuw gaan installeren. Ik duw gewoon ook de horizontale opzij. Als ik hem niet nodig heb, heb ik hem wel nodig, haal ik hem gewoon terug. Alles staat direct op zijn plaats waar het moet staan. Het moet niet liggen, alles opnieuw installeren. Dus zeer tevreden mee, stevig materiaal, zeker waarvoor ik het gebruik. Laat me in de commentaren weten hoe jullie dit allemaal oplossen. En vergeet zeker geen duimpje omhoog te geven als je dit een leuke video vond. En graag tot de volgende keer.